Elke drie weken presenteert Willem Ruis Farah's Sterrenshow uit het grootste elektronische circus ter wereld. Toegangskaarten voor de Sterrenshow zijn telefonisch te bestellen bij het Nationaal Bespreekbureau. Telefoon 02153 12344. Loten voor de Sterrenshow kosten 2,50 gulden en zijn te koop bij de bekende adressen. Voor de laatste 6 shows zijn boekjes met 6 loten verkrijgbaar aan 15 gulden per boekje. Maak dit bedrag of een veelvoud over op Giro 9090 van de Stichting Centraal Fonds in Den Haag. Als u dat doet voor 14 december, hebt u de boekjes met loten tijdig in huis. De Sterrenshow geeft mensen een kans. Vanaf 1 december kunt u elke dag naar VARA Radio luisteren. Op radio 1, 2, 3, 4 of 5. Op de maandag vragen we u speciale aandacht voor radio 5. We starten de maandagochtend met het programma van Hoor Haar, de dames die het leven ernstig nemen. Hanneke Groenteman komt met een nieuw programma getiteld En dat op de maandagochtend. Leeftijd genoeg voor vrouwen boven de 40 is te beluisteren van 3 tot 4. Verder Luchtruim en ander zout in de pap. Ik ben Hulja Yilmaz en dit is Benny Hooft. Samen presenteren wij het programma Ander zout in de pap. Ander zout in de pap wordt een programma voor Turken, Marokkanen, Surinamers en andere bevolkingsgroepen, waarin veel aandacht voor kunst en cultuur uit deze groepen. Elke maandagmiddag dus, tussen 1 en 2 op Radio 5, Ander zout in de pap. VARA Radio. Leuk genoeg om elke dag naar te luisteren op radio 1, 2, 3, 4 of 5. Spectrum presenteren het Oog des Meesters, een fantastisch rollenspel. Ik ben de meester. Ik heb macht over de geesten. Ik cuur het noodlot van mijn vrienden en breng ze in avonturen. Wie durft het aan? Word zelf meester. Het Oog des Meesters, verkrijgbaar in de speelgoed- en boekhandel. Mede door hun uitgekiende ontwerp bepalen Argentalampen de sfeer. Volgt u mij even door de speciale melkwitte glaswand? Dan ziet u het effect. Fluweelzacht, egaal, argentalicht. In ruime keuze van Philips natuurlijk. Uit de benauw. Zou het helpen als je de weg kwijt bent of een straat niet kunt vinden, dat er dan hier en daar langs de weg een boek hangt waar je even in kunt kijken? Zonder dat je dat boek ook meteen hoeft te kopen. Bij Shell denken ze dat dat helpt. Dru, vertrouwde warmte, zuinige warmte. Dru, postbus 1, Ulft. Steeds meer mensen vragen zich af waarom Victoria Vesta adviseurs meer verstand van verzekeren hebben. Dat leg ik u graag even uit. Kijk, hier leiden wij onze mensen op.
Problemen? Ja, meneer. Dit tapijt brandt niet, maar schroeit. Dekken we dat? Ja, geen flauw idee. Het is gedekt, hoor. Maar laat ze maar even zweten. Ons hondje. Oefening aansprakelijkheid. Heren, we dekken tot 1 miljoen, hè? Goed, meneer. Oh, meneer Kullemans. Waar kan ik een biljartles krijgen? Ja, de... Oh jee, waterschade heeft praktijkles. Zie je wel. Wat ga je doen? Oh, in geval dat je waterschade moet ik even opknappen. Gelukkig heeft hij van verzekeren meer verstand. Wat je benieuwd? Wie tot 10 kan tellen, kan de hele wereld bellen. Ik ben de Golden Girl. Golden Girl. Mijn magische schild maakt me onoverwinnelijk. Samen met Ruby, Jane en Onyx vecht ik tegen de bende van de Dragon Queen. Golden Girl. Het metalen schild kun je dragen als broche. Kijk maar in de speelgoedwinkel. Dit is een nieuwe rookworst. Gemaakt van mals rund- en varkensvlees. Delicaat gekruid. Het is de nieuwe delicatessen rookworst van Hoy. Dat smaakt. Volmaakt. Nieuw van Hoy. Delicatessen rookworst. Dat smaakt volmaakt. Half zes journaal met Maartje van Wegen. Goedemiddag. Harde kritiek op minister Deetman vandaag in de Tweede Kamer. Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting was het vooral de Partij van de Arbeid die het gevoerde beleid op veel punten hekelde. Volgens woordvoerder Konings is de kwaliteit van het onderwijs door bezuinigingen verslechterd. Eerst een minister die geen onderwijsbeleid voert, maar stug en onwrikbaar een regeerakkoord uitvoerde dat eigenlijk maar één doel kende. Terugdringing van het financieringstekort. Het is bepaald schokkend, na alles wat deze minister het onderwijs aangedaan heeft, hem te horen zeggen dat het onderwijs verbeterd moet worden en dat daar geld voor nodig is. Hij wees minister Deetman op enkele onderzoeken die pas zijn gehouden. Als voorbeeld noemde Konings het taalonderwijs. Een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft uitgewezen dat analfabetisme aan het eind van de basisschool veel voorkomt. Ander onderzoek maakt melding van achterstand op het gebied van rekenen. PvdA-woordvoerder Konings hierover. Het ontbreken van een echt onderwijsbeleid wreekt zich nu door ernstige aantasting van de kwaliteit van het onderwijs. Volgens het CDA is het voor conclusies nu nog te vroeg. Eerste opmerking moet mij de vraag van het hart of de tijd al gekomen is om oordelen uit te spreken. Het gaat om de allereerste stukjes onderzoek. Vergelijkingsmateriaal is niet of nauwelijks aanwezig. En dan kwam de PvdA ook nog met een persoonlijke beoordeling van staatssecretaris Ginjaar. Letterlijk niets is er uit de vingers van deze eerst verantwoordelijke staatssecretaris gekomen. Mij is ter oren gekomen weer dat het maar goed is ook, want dat anders de schade nog groter zou zijn geworden als afgegaan was op alle kreten die bij alle mogelijke gelegenheden geslaagd worden. Morgen antwoorden minister Deetman en de staatssecretarissen Ginjaar en Van Leijenhorst. De stakingen in de zuivelindustrie breiden zich nog steeds uit. Er liggen nu 8 fabrieken van de coöperatie Noord-Nederland stil en het ziet ernaar uit dat daar morgen nog minstens 1 fabriek bij komt. Bovendien zijn er bij zuivelfabrieken in andere delen van het land werkonderbrekingen gehouden uit solidariteit met de acties in Groningen, Friesland en Drenthe. De bonden willen garanties dat 4 kleinere kaasfabrieken open blijven. Maar de boeren die samenwerken in de coöperatie willen zeggenschap over al of niet sluiten van bedrijven niet uit handen geven. Verkiezingen vandaag in 7 nieuwe gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Door een gemeentelijke herindeling die op 1 januari ingaat, moeten er nieuwe gemeenteraden gekozen worden. En nieuw is dat buitenlanders nu ook mogen stemmen voor gemeenteraden. En in Leerdam was dat goed te merken. 12% van de stemgerechtigden daar is buitenlander. De opkomst onder de buitenlanders lijkt groot.
De politieke partijen hadden tevoren een beknopt programma in het Turks, Marokkaans en in het Maleis verspreid. Bent u er blij mee dat het nu kan? Ja, je kunt niet veel Hollands spreken, maar deze stemmel, alleen gemeente, is de stemmel. Hè? U vindt het belangrijk? Ja, belangrijk, tuurlijk. Alle mensen moeten stemmen, moeten hier komen. Partijleider Gorbatsjov heeft het Russische parlement, de opperste Sovjet, verslag gedaan van zijn ontmoeting met president Reagan. Hij noemde die een succes, ondanks de punten van verschil die nog steeds bestaan. Gorbatsjov deed opnieuw een felle aanval op het Amerikaanse verdedigingssysteem in de ruimte, dat meestal Star Wars wordt genoemd. Hij dreigde dat de Sovjet-Unie ook met ruimtewapens zal komen als de Amerikanen hun plannen doorzetten. Bij een bomaanslag op een politiebus in Athene is gisteravond 1 agent gedood en raakte 14 gewond. De bom was geplaatst in een geparkeerde auto en werd van een afstand tot ontploffen gebracht. Verantwoordelijk voor de aanslag is een linkse ondergrondse organisatie. Er is al enige tijd verzet tegen de Atheense politie. Marcel van Dam van de Partij van de Arbeid wil toch voorzitter van de VARA worden. Eerder besloot hij in de politiek te blijven. Maar omdat het personeel van de VARA hem graag wil hebben, heeft hij zich bedacht. Vrijdag of zaterdag zal de VARA-verenigingsraad of Marcel van Dam of Herman van Wijk als nieuwe voorzitter benoemen. Van Wijk is nu waarnemend voorzitter. Dit is het nieuwe Nederlandse paspoort. De kaart komt in het boekje. Het zal in 1988 worden ingevoerd. Een commissie uit de Tweede Kamer heeft er vanochtend op het ministerie van Buitenlandse Zaken over gesproken. Want er zitten aan het paspoort nog wat haken en ogen. De gemeenten willen het zelf uitgeven. Maar het ministerie vindt dat de pas op 1 centraal punt gemaakt moet worden, omdat het apparaat dat het document drukt te duur is om er ook de gemeente van te voorzien. Vervanging van het huidige zwarte boekje is in ieder geval nodig. Het afgelopen jaar werden er 35.000 vervalste Nederlandse paspoorten in beslag genomen. Het nieuwe paspoort vervalsen is bijna onmogelijk. Er is paniek onder videotheekhouders in Alkmaar en omgeving. Er zijn daar tientallen televisiepiraten actief die soms 24 uur per dag films uitzenden. Het gevolg is dat de videotheken veel minder videofilms verhuren. Het conflict tussen piraten en videotheken wordt steeds grimmiger. Dit zijn zendmasten van tv-piraten in Alkmaar en omgeving. Dit zijn de winkels van enkele gedupeerde videotheekhouders. En dit is de gevangenis in Alkmaar, waar de tv-piraten zo snel mogelijk moeten worden opgesloten, vinden de videotheekhouders. Want zolang dat niet zo is, gebeurt er dit. Oorlog is het geworden omdat justitie, ondanks aanmaningen en verzoeken van onze organisatie, de NVDO, de belangorganisatie van videodetaillisten, totaal niets gedaan heeft aan het feit dat hier dagelijks, 24 uur bijna per dag, wetten met voeten getreden worden, waardoor een hele branche dreigt weggevaagd te worden in Noord-Holland met name. Hier is niet tegen te vechten. Als ik op een gegeven moment u zou vertellen dat de kijker die piraat kijkt, dus op een gegeven moment, hier hebben we dus Koenstad, dat is een tv-piraat, dan kan je dus op een gegeven moment gewoon, kan je dus aanvragen wat voor film u wil zien. En dan vul je dat blaadje in, kijk, ik zal het u even laten zien, en dan vraag je de film aan die je dus kan zien. En die wordt dan een week later wordt die op de piraat uitgezonden. En dat houdt in dat wij dus gewoon een omzetderving hebben van 80%. En dat ik gewoon personeel moet ontslaan en wij gaan gewoon failliet. Als we ervan uitgaan dat de gemiddelde videotheek vorig jaar bij ons ongeveer 100 banden bestelde, bestelt u er nog 20. Ik denk dat je dat in geld uit kan drukken op een verlies van ongeveer 1 miljoen gulden per jaar. En politie en justitie doen er tot nu toe heel weinig aan. Ja, dat is het schande natuurlijk. Dat is dat met name vanuit justitie en de overheid hier nauwelijks enige actie op ondernomen wordt. De oorlog in de videowereld wordt steeds grimmiger. De officier van justitie zegt dat de politie geen tijd heeft om de tientallen tv-piraten aan te pakken. De videotheekhouders op hun beurt zeggen dat de politie niet durft op te treden. Daarom is er nu een actie op touw gezet door 25 videotheekhouders in Noord-Holland. Uit wanhoop nemen ze het recht in eigen hand. Bovenop deze videotheek in Hoorn staat sinds een paar dagen een stoorzender die het ontvangen van piraten onmogelijk maakt. Maar dat zullen veel tv-kijkers de videotheken niet in dank afnemen. Want op bijna elk huis in en rond Alkmaar staat zo'n piratenontvanger. Vanwege de vele seksfilms op de piraat heten deze antennes al pornoharkjes in de volksmond.
Die piraatantennes worden openlijk te koop aangeboden. Als de politie in de komende tijd piraten arresteert, is er voor hen één troost. Ook in de gevangenis kunnen ze naar piratenprogramma's van niet gearresteerde collega's kijken. IJmuiden kan weer opgelucht ademhalen. De explosieve opruimingsdienst maakte daar een gevaarlijke vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk. Of, zoals ze bij de dienst zeggen, de bom werd gedemonteerd. Lege straten vanmorgen in de wijk van IJmuiden, waar de 1000 kilo zware Amerikaanse bom was gevonden. De explosieve opruimingsdienst ging de bom onschadelijk maken en daarom moesten binnen een straal van 300 meter huizen en een paar industriegebouwtjes ontruimd worden. Uitvoerige controles in kasten en keukens waar het gas moest worden afgesloten. Tegen 11 uur was iedereen met huisdieren en al uit de gevaarlijke zone die door de politie hermetisch was afgesloten. Sommige wijkbewoners maakten het zich gezellig in een naburig bejaardentehuis. Praten en dronken wat en wachten op de dingen die zouden gebeuren. Na precies 25 minuten had de EOD het zoveelste demontagekarwei dit jaar geklaard. En de wijkbewoners kwamen met een verrassing. Dankjewel hoor. Ook een hartelijk gefeliciteerd op de goede afloop. Hartstikke poes. Voetbal tot slot, drie berichten. PSV heeft Frank Arnesen voor de neus van Ajax weggekaapt. De Deen gaat de komende 2,5 jaar voor PSV spelen. Dan is in Nairobi in Kenia een scheidsrechter door een speler bijna gewurgd omdat hij een doelpunt afkeurde. De speler, die dat de verkeerde beslissing vond, is voor het leven geschorst en zijn club mag 3 jaar lang niet in actie komen. En dat komen Spakenburg en FC Den Haag vanavond ook niet in Utrecht voor het bekerduel, maar om weer een heel andere reden. Het veld is onbespeelbaar en dat heeft weer alles met het weer te maken. Deze sneeuwbeelden maakten we in het noorden, in de buurt van het Friese Oranjewoud. Daar en in het oosten is veel sneeuw gevallen. In de rest van het land was er vooral mist en gladheid. Aanrijdingen dan ook op veel plaatsen. In de meeste gevallen bleef het bij blikschade. De kans op gladheid blijft bestaan, niet alleen door de sneeuw. Vannacht kan het ook weer wat vriezen, waardoor natte wegen glad kunnen worden. Morgen zal het ook weer regenen en sneeuwen. De temperatuur is aan de kust rond de 5 graden. In het oosten blijft het overdag weer dicht bij het vriespunt. De wind draait van zuidwest naar noordwest en is aan de kust af en toe hard. Morgen is er weer een 5:30 journaal. Goedemiddag. Nou, heb ik die gele trui verdiend? Hier, neem deze maar. Lekker zacht, zeg. Hoe heb je dat zo gedaan? Met Omo. Ik vroeg niet hoe je hem zo schoon hebt gekregen, maar zo zacht. Het nieuwe Omo. Want Omo heeft nu een ingebouwde wasverzachter. Ingebouwde wasverzachter? Nou, dat vind ik wel zo handig. Schoon, fris en zacht in één keer. Oh, dat zal dan ook wel meteen een stuk duurder zijn. Nee, joh. Omo is nog steeds niet duur. Omo nu met ingebouwde wasverzachter was door en door schoon en voelbaar zacht. Ik worstel en kom boven. Vruchtbaar Zeeland, waar de fijnste groenten groeien. En bij Cor Oostrom gaat het beste van die oogst in helder glas en handig blik. Cor Roos, heerlijk eten voor een eerlijke prijs.
Een kind groeit op, je weet er alles van. Ook jij was jong, je doet dus wat je kan. Er is altijd een reden, iets extra's te doen.